Op een speelveld in de Karrensberg in Etten-Leur zijn vrijdag twee goaltjes geplaatst. Dit ter nagedachtenis aan Harold van Zundert. Van Zundert was hoofdtrainer van voetbalclub Allianz uit Roosendaal. En kwam afgelopen september om tijdens een noodlottig ongeval. Familie en vrienden van Van Zundert hopen dat de goaltjes symbool zullen staan voor dat waar de hoofdtrainer voor stond. Samenspel, respect en voetbal. De doeltjes zijn een initiatief van de gemeente Etten-Leur.